goede vriend Peter met deze Ford Escort mag er even uitkomen alsjeblieft, want Escort een derde plaats PRC, ondanks alle problemen die hij heeft gekend. Ja, ja, derde plaats PRC. Ik hoor Peter nog zeggen, we hebben dit aan de hand gehad, we hebben daar 2 minuten verloren. En nu is het gedaan, nu gaan we show geven. Is dat ook zo geweest, Peter? Ik denk het, zeg jij. Vraag het even aan de. Maar eerst komen deze charmante, lieve meiden u deze trofee overhandigen. Met Shopping Flanders 2016. En haar prachtige eredames die hier de honneurs mogen waarnemen. Ja, Peter. Ja, nu gaan we show geven. Maar je mag toch met een beker naar huis. Maar vooral, en ik denk dat daarom is te doen. Je was aan de finish. Ja, dus, dat was ons doel aan de finish. De wagen is helemaal nieuw. Ik heb een wedstrijd reden, wat problemen gekend, maar de wagen kan niet verbeteren. En begon in de ORC en toen zag ik eens, hoe was dat allemaal? Wat ging er goed en dan heb je uiteraard ook Wervik meegereden. Was de voorbereiding goed voor hier, ja? Ja, die voorbereiding was heel goed. Ja, dus, volgende wedstrijd? De volgende wedstrijd zal normaal Staling zijn, met de sponsor en dan naar Roeselaar. In de Rodenbachstad gaan we jou terugzien. Bedankt jongens, proficiat uiteraard aan je navigator, dat Peter. En dit was het team Le was toen derde plaats bij de jongens van het BRC gebeuren. Dan komt Wagen 95 op het podium. Een kerel die we regelmatig tegenkomen in het vast kampioenschap met zijn Renault Clio. En nu is het een misstap.